Ik werk als educatief medewerker voor het CMG in Genk. Vandaag zijn we hier in Villa Basta en we organiseren hier een kinderdag. Het is een samenwerkingsverband tussen CMG Genk, Jeugdwelzijnswerk Houthalen, Gigo's Waterschei en Thebe van Mechelen. Er nemen vandaag een dertigtal kinderen deel aan deze kinderdag. We hebben vandaag 4 workshops georganiseerd. Een kleurenspel waarbij kinderen via quiz- en doe-activiteiten rond kleuren bezig zijn. Een kom-op-verhaal-workshop waar kinderen aan de hand van prenten zelf een verhaal fantaseren. Een knutselworkshop waar kinderen gaan kleuren mengen en dan uiteindelijk ook iets gaan knutselen. En een laatste waarbij een verhaal verteld wordt aan de hand van verschillende kleuren. Deze dag is eigenlijk een voortvloeisel uit een project dat we vorig jaar gehad hebben. Dat ook gesubsidieerd is door een Hart voor Limburg. Daarbij hebben we proberen jeugdwelzijnswerkers nieuwe en vernieuwende methodieken rond taalstimulering aan te bieden. En deze dag is daar dus eigenlijk een voortvloeisel uit en we proberen gewoon kinderen op een speelse manier met taal te laten bezig zijn. Ik ben hier gekomen op de kinderdag en we hebben vandaag geschilderd en verhaaltjes verteld aan elkaar en spelletjes gespeeld en zo. Vindt zich hier in de plas in Houthalen. Hier is een meeting aan de gang van niet-alledaagse voertuigen. Voor de 28e keer wordt het georganiseerd door de Free Outlaws. De 10e keer gaat dat door hier in de plas. Het gaat over niet-alledaagse voertuigen en het zijn mensen van over gans Europa eigenlijk, Duitsers, Fransers, van overal komen ze bijeen. Ongeveer een 400-tal voertuigen zijn er aanwezig, maar door het slechte weer is dat dit jaar wel iets minder. 58. Je hebt hier het heel weekend dan van alles te doen eigenlijk. Je hebt de zaterdags de puzzelrit, zondags heb je de cruise, dan heb je de silly games en de sfeer natuurlijk.